Ja, wat is dat hier allemaal van de avond? Het is hier een feestje. Eigenlijk zou dat geen feest mogen zijn, want ik vind dat maar een triestige bedoeling, hè, dat Luc onze stad gaat verlaten. Ja, Luc Rogist, wie kent hem niet in de stad natuurlijk, maar ik ken Luc al vele, vele jaren. Ik heb Luc bezig gezien in zijn vele creatieve bezigheden, in verschillende theaters, gezelschappen, waar hij van alles en nog wat deed. Het is echt een creatieve duizendpoot op dat vlak. En bovendien is Luc ook iemand die gedurende vele jaren veel gereisd heeft. Hij heeft grote stukken van de wereld gezien. En ik weet waarover dat ik spreek, en Luc, we weten het van elkaar. Als je zoveel gereisd hebt, zoveel van de wereld gezien, dan zijn je een andere burger dan diegene die enkel in zijn straat en in zijn wijk is gebleven of in zijn stad. En ik denk dat dat echt de voeten uit Luc Rogist is. Luc is iemand die open staat voor alles, die kan luisteren naar de mensen, die heel op een zeer goede manier een heel goede sociale omgang heeft. We hebben dat gezien in de meest moeilijke dossiers. En een van de meest recente dossiers trouwens die hij begeleid heeft, is heel het dossier van het Zuidkwartier. Ik durf nauwelijks zeggen dat hij als ervaringsdeskundige daaraan gewerkt heeft, maar hij moest dat toch wel veel zijn, hoor, voelde ik. Maar fijn, dat is iets anders. Zijn vrouw zal mij dan niet kwalijk nemen dat ik dat grapje een keer maak. Want we zitten daar inderdaad met heel veel dossiers in deze binnenstad. De laatste jaren, zoals hij als stadsmanager eigenlijk gewerkt heeft in die binnenstad, vind ik dat dat een dikke, dikke pluim verdient. Er zijn heel veel mensen die op pensioen gaan in de stad. En dat is altijd spijtig, want mensen die op pensioen gaan hebben een enorme bagage. Maar van Luc vind ik dat toch wel extra spijtig. Omdat als er een is die in die binnenstad met de middenstand, met de bewoners, met de cafetiers, met iedereen overweg kan en op een goede manier de problemen aanpakt en die ook goed rapporteert naar het bestuur, dan is het toch wel Luc. Luc, het is natuurlijk geen afscheid, dat spreekt vanzelf. We zullen elkaar nog veel zien, al was het maar in de galerij bij je vrouw thuis. Maar in ieder geval bedankt, bedankt, bedankt vooral wat je voor de stad gedaan hebt. Ik heb vandaag helaas chemo, ik zal er vandaag niet bij jullie aanwezig kunnen zijn. Maar ik zou zeggen, drink jij maar in mijn plaats en we zullen achteraf samen heen pakken.